De volgende spreker heeft zich goed voorbereid en alles goed uitgetest. Daarom kan hij hier gaan staan op zijn best. Helemaal vanuit IJsselstein is hij richting Venroy gespeerd. Namens de Vorstenraad, Vorst Geert. Zoe, daar staan we dan. Een goede middag aan alle carnavalsbeminnende boeren, burgers en de Buteloei. College van BMW en natuurlijk ook de Lustra's thuis. En speciaal aan onze burgervader Hans. Hans, ik mag toch wel Hans zeggen of niet? Dan moet ik je ook voor Geert zeggen. Complimenten trouwens Hans voor uw lovende woord in de gemeentegids over de kenmerken van de bierbewoners. Vindingrijk, creativiteit, werklust, zelfredzaamheid en een geweldige overlevingsdrang. Vreemd hoor, als je dan het contrast ziet met ons college. Hartelijk welkom bij de Vitelia Veevoeders Vorstenraads Vastelavondsrede. Oftewel de VVVVVR. Jullie zullen wel denken, waar heb je het toch over? Ik heb het over de Vitelia Veevoeders Vorstenraads Vastelavondsrede. Tegenwoordig huur je er normaal namelijk niet meer bij als je iets organiseert. En er hangt geen grote adoptiesponsor aan het evenement. Dus wij van de Vorstenraad zien er Jan Jansen gestapt. Jullie kent Jan allemaal wel. De mens met het gure sixje. Die wel van wat aandacht en promotiewerk haalt. Want wie laat er nou 8 grote bulkwagens achter elkaar Polonaise ruitjes draaien in een grote rijbak? Dat doet gek genoeg. Dus hebben wij deze carnavalsvierder eens even bij zijn lurven gepakt. En hebben hem gevraagd of hij de golden sponsor wilde werden van de Vorstenraads Vastelavondsrede. En aangezien de naam Vitelia lekker in de mond ligt, hiet de Vorstenraads Vastelavondsrede voortaan de Vitelia Veevoeders Vorstenraads Vastelavondsrede. En net zoals de naftrap hier buiten, dit jaar de Heineken Vastelavondsroets. Ja, ook hier huurden jullie het goed, de Heineken Vastelavondsroets. Bedrijfsnamen, verbonden aan evenementen om het allemaal nog aantrekkelijker te maken en groter. Hebben we straks een Pest Place Pleinfeest op Dierendag? Misschien kregen we wel de Ariaans Avondvierdaagse? Of werd het de Paul van Rai Fietsvierdaagse? Of kregen we zelfs op 5 december een echte Nelly Pakjesavond? Dat kwam goed uit. Venroy on Ice zal dan wel op de adoptielijst komen te staan, want dit evenement snakt nog een investeerder. En wat denken jullie van de kermis hier in het centrum van Rooi? Toch komen geen grote attracties meer naar Venroy. En waarom niet? Omdat ze een grote geldschieter missen. Iemand die met zijn naam weer aanzien geeft aan de kermis. Met zo'n geldschieter kregen wij dan de spectaculaire top attracties weer terug. Zoals Luciens Lunapark. Of het spooky Jan Loonhuis. En zelfs de Twanny Jansen Doldrijmeulen komt terug. En wat dachten jullie van de Ike Butsers Kikkermapkroom? Over grote attractiewaarden gesproken. Burgemeester en wethouders, kijk eens aankomende maandag hier naar de Rooise optocht. Rooi en zijn kerkdorpen laten de straten van het centrum dan uitbundig stralen. Ziet daar behoedzaam voor en maak dat niet kapot door al jullie regels en aanpassingen hier in het centrum.
Trouwens, de PL Highs hebben vandaag eigenlijk het eerste elftal van SV Venlo uitgenodigd. Maar die hebben ze maar afgezet. De jongens van trainer Bert Ruus willen natuurlijk allemaal op het hoogste podium voetballen. Maar met de generale afgelopen week bleek zelfs dit podium te hoog voor de jongens. Dit jaar, je ziet het goed, ik heb hem erbij mee. Het buksje. Ik zou graag even willen vragen of Ike en Twan willen gaan staan. De gemeenterits Venrooy 2012 met afvalkalender. Ike, je hebt dat buksje nog niet gehad? Dan zal Twan Jansen dan wel dubbel hebben gehad in de bus. Gaat maar wel lekker zitten. Zo zie ik jullie wel mooi braaf. Hier heb ik kuksje. Op alle dingen die wij van de gemeente in de brievenbus kregen, of het nou de gemeentelijke heffingen zien, of deze prachtige gids, overal zetten ze dat blije logo op. Van Venraai, beste binnenstad 2011-2013. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik de envelop van de gemeentelijke heffingen openmaak, dan is dat blije er al snel genoeg vanaf. Venrooy bloeit. Scheiter goed. Wet als. Weten jullie eigenlijk wel wie er pas echt bloeit? Juist ja, dat zien wij, de burgers. Die moeten het uiteindelijk toch allemaal betalen. Wij noemen even enkele geldverkwistende zaken waar de burger voor moet bloeien. En nog steeds ontzettend bloeit. Wij hebben het podium. 1 miljoen euro voor de herbouw van het pand. Met zoveel geld kunnen toch veel meer verenigingen en organisaties uit een brand helpen? En in 2009 heeft de gemeente zelfs dit pand al gekocht voor 9 ton. Lucientje, Benjamin, Broekie, Snotneus. Moeten wij dit ook eens verrekenen? Dit is in totaal 1,9 miljoen euro. En dat is een fix bedrag wat een burger in rook ziet opgaan. Dan hebben we nog de Gouden Leeuw. 4,5 miljoen euro verlies. Was dit puur een prestige kwestie of wisten jullie gewoon niet beter? Niemand die wilde wonen. Niemand zet ons in een auto in de graas. Het liet wel uitgestorven als je er naar even komt. Ze hadden het beter de dooie hond kunnen noemen. Ja, en die bouwbedrijf maar lachen. Of niet, Prins Frank? Van dik hout zaag mijn planken. Zo kunde wel prins worden van Venrooy. Hoe ging dat trouwens met de adjudanten? Eerst 2 vrolly, maar dat ging niet. Toen 2 kels en die won niet. Toen zelfs Mauro gevraagd, maar dat mocht niet. Tja, dan komt u uiteindelijk wel weer bij Frank Klossen terecht. Ja, Frank, en dan zit dat met het vuile geld ook wel goed. Of niet, Scrooge? Nog een geldverkwistende zak. Zaak. Is ons Hansje hier? Dat vindt namelijk een rijkerswoning in het Tuugdeurbrugske niet goed genoeg. Den wil per se landelijk wonen en ook nog in een grote, dure pastorie. Is dit schijnheilig of is het heiligschennis? Over helligen gesproken. Weten jullie waarom een deken genoemd werd? Een deken deelt namelijk binnen het dekenaat de lakens uit. Ja, ik snap hem ook niet.
Maar dat is in de les dit wel meer verhalen uit de doeken gedaan waar we hier niks van snappen. Zullen ze durm de nachtmis altijd s'nachts doen, omdat dat het daglicht niet kan verdragen? Nim onze deken smeets door en tegen. Dan had het weer mooi voor elkaar gekregen. De nachtmis en de kerstmis werden op de televisie uitgezonden. En waarschijnlijk zal dit een avondvullend programma worden. En als je dit gruts aanpakt, dan moet er inderdaad een sponsor bij. En wie zou dat het best hier kunnen doen? Wie heeft er de meeste trouwe kerkgangers in dienst? Natuurlijk, Frank van Gool. Dan heeft namelijk 10.000 goedgeloofige Polen aan het werk. En wij kregen dan een avondvullende uitzending. Otto's ongelooflijke kerstavond. Ja, en Frank Scrooge van Gool ziet het succes al voor zich. En heeft zich vorige week alvast een nieuwe Otto besteld. Een Volkswagen Polo Pivo Stationwagen. Gelukkig wordt dan alles uitgezonden door de KRO. Oftewel de katholieke Rooise Omroep. En niet door die hoog in een bol geslagen Talpa-capsones van Pelemaas TV. Uitzendingen over de carnaval in de gemeente moeten namelijk bij hun in het Nederlands gesproken zien en niet in het dialect. Schijn me te goed met dat gehannes. Carnaval niet in dialect, dat kan toch niet? Vorige dag hoor, zat ik naar de begrafenis te kijken van een leider, het Koreaantje Kim Jong-il. Wat was dat een treurige bedoeling? Overal waar de camera kwam, begonnen de mensen nog harder te janken. Het leek wel Pelemaas TV. Ja, en waar de zaken wel bezig goed gaan, is bij het crematorium Boshuizen. Daar weten ze wel hoe ze de kachel moeten laten branden. Het gaat er namelijk als een lopend vuurtje en de schoorsteen de rokt in de goeie. Dat in tegenstelling tot de natuurbegraafplaats Weversloo. Daar blijft het vooralsnog een dooie bedoeling. Beste binnenstad. Rooi, een stad en dan ook nog met een binnenstad. Op de site mensen van Beste Binnenstad blijkt dat Venray helemaal geen stad is. Het heeft namelijk gewonnen in de categorie dorpskernen. En zo staat het er letterlijk, Hansje. Wij hopen dan ook van harte dat jullie een droom over de beste binnenstad snel vervlogen is. En dat jullie weer aandacht krijgen voor jullie kerkdorpen, jullie wieken, buurten en jullie zogenaamde tuigdorpen. Want dat zien jullie er inmiddels van aan het maken. Scholen die moeten dicht. Polen die geplaatst moeten worden in het centrum van het vuilen. Het zien allemaal van die dingen die een kerkdorp doen veranderen in een tuigdorp. De Gouden Leeuw, het podium, de vierde sporthal, kunstwerken op rotondes, centrum op de Schub. Allemaal geen probleem om dit te realiseren. Er is geld genoeg. Tenminste, als wij de burger maar door betalen. En nou komt het. Alle wieken en dorpen hebben hun zelfgemaakte, uitgewerkte wops en dops ingeleverd. Er liggen al verschillende plannen klaar op de toffel die direct aangepakt kunnen worden. Maar nou moet Luciëntje nog eerst eens gaan kijken wat hij het geld vrij kan maken. Ja, Luciëntje, het is crisis. Waar haal je dat nou vanaf? Lucie, vroeg maar eens aan uw voorganger hiervoor, Patrick van den Boks. Dan weet wel hoe dat moet. Dan heeft namelijk via de haven van Wansum maar liefst 135 miljoen euro binnengesluist.
De Maas RMB Wansum wordt hiermee omgezet tot een echte Maasriek. Wat wij ook in de gemeentegids hebben kunnen lezen, is dat de burgemeester en zijn wethouders voort aan het twitteren zien. Al gaan de tweets van Hansje meer over de carnaval in Gennep en Venlo als over zijn eigen gemeente. Hansje, wat zie je toch in de jokers? Geen bevindt u op de verkeerde piste. Het is code rood, dadelijk gaat je nog op bombakjes. En een groot voordeel van Olie Twitter is natuurlijk wel dat wij Olie vanaf nou wel kunnen volgen. Ook gaan wij eigenlijk nog geer onze nieuwe penningmeester van de Vorstraat, Arno Lucassen, aan Olie willen voorstellen. Van zoveel plaats hebben we niet meer in ons stuk, Arno. Maar geef het dat geef van harte welkom ziet bij deze schone club. Mensen, dit was de Vitelia Veevoeders Vorstraat Vastelavondsrede. Jan, wij zien de check, welkom bij de Vorstraat. Het leven van de Vastelavond is kleurig, uitbundig, vergroot en verklein. En dat moeten wij koesteren. En dat moet de gemeente ook doen met zijn 14 dorpskernen. Behoed het mooie wat je bezit en haal het levendig. Namens de hele Vorstraat hier achter mij wens ik jullie hier in de zaal, de mensen thuis bij de radio en de mensen hier buiten op het plein en de beestjes gewoon de Vastelavond toe. Maak hem levendig en blijf het prachtige gevoel wat Vastelavond heet. Allah.